Hi, goed dat je kijkt naar Spraakmakend Weer. Ook deze week zetten we de top 3 meest spraakmakende weersverschijnselen van de afgelopen week voor jou op een rijtje. En het is weer een gevarieerde lijst. We beginnen deze week in Noord-Italië. Vorige week kwam het noodweer in Verona al even voorbij, maar dat bleek pas het begin te zijn. Daarna is de ellende pas echt losgebarsten. Op sommige plaatsen viel enorm veel regen, soms ruim 300 mm. En naast wateroverlast en zware rukwinden zijn ook hagelstenen met een doorsnede van maar liefst 8 centimeter gemeld. Verder werd er zaterdag bij Verona een tornado gesignaleerd. En op nummer 2 staat deze week opvallend nieuws uit Spanje. Daar heeft het namelijk in de zomer, eind augustus, gesneeuwd. Dat had niemand aanzien komen. De Spaanse weerdienst had al wel gewaarschuwd voor de mogelijkheid van sneeuw. Maar dat het ook echt zou gaan vallen, dat had niemand verwacht. De sneeuw is eigenlijk zo'n 2 tot 3 weken te vroeg teruggekeerd in Spanje. Wel is het vanaf 2300 meter hoogte. En het meest spraakmakende fenomeen van deze week vindt plaats in Zuid-Korea. Zuid-Korea heeft het zwaar te verduren gehad toen tyfoon Maisak het land binnenkwam vanuit het zuiden. En dat bracht enorm hoge windsnelheden met zich mee, soms wel boven de 175 km per uur. Maisak is ermee tot nu toe de sterkste tyfoon van 2020. De tyfoon zorgde voor enorme regenhoeveelheden. Lokaal is ruim 300 mm gevallen. Door de tyfoon zijn er modderstromen, aardverschuivingen en overstromingen geweest. En de volgende tropische storm dient zich ook al aan. Haishen. Dat waren ze alweer de top 3 meest spraakmakende weerfenomenen van deze week. Volgende week brengen we je opnieuw op de hoogte. Tot dan!